enge dingen, nee. Ja, weet je, Strike is wel leuk, alleen het wordt niet gespeeld. Dus dan heb ik er niet zoveel aan. Even kijken naar. Alright, let's do blast. Er zit daar een vergeten man. Even wacht, ik moet even mijn ding met z'n achter zitten. Yes, let's go. Alright. Oh, okay. Ik ben wel aan het streamen, hè. Dat ik wel aan het streamen ben. Ja, ja man, 10.000 T-Bucks. Maar V-Bucks zijn niet meer related. Ik heb eerst goed wel sniper. Die rocket troepers en zo. Zelfde. Ja, Starbucks. Dit geld hierin is zo overrated. Je kunt echt niks meer. Je kunt voor crystals kun je maar echt 10.000 crystals zo. Kun je een wapen, kun je een skin kopen. Sorry. Voor 10.000 kun je zo'n skin kopen. En dat. Nou, niet 10.000, dat is al. Ik kijk zo al even. Het is echt fucking overrated. Dat is het. En dat luister trouwens. Nog niet dat? Hey, gozer.
doe je? Aha! Gozer, oh, kutje. Wat doet hij nou weer met zijn stinkerpistool? Ik genoot. Kut. Ik genoot door die stinker. The fuck. Even kijken hoe slecht die fucking boekje is. Oh, ze is toch niet normaal zo slecht. Dit kost me 1500 punten, hè? Dit is toch treurig. Ah, fuck. Als die rockertroepen er niet was geweest, had ik hem gehad. Misschien ga ik zelfs nog top 5 eindigen. Ja man, ik ga nog top 5 eindigen ook. Ah, kak. Dit kost hem heel veel punten. Oh, ik heb hem wel genoeg. Nice. Even kijken, waar zijn die honden? Gozer, hij is dat ding is met 4-5 schoten nog niet dood. Oh, wat? Oh, shit. Ah, de kale mannen. Kale koppen niet te stoppen, boys. Waar is hij? Oh, ja, hier wel maar. Ja, man. Ja, man! Gozer, dit is toch niet te doen? PS5 komt later uit de corona. Wat? Waarom, wat is dat nou weer voor zo'n doms? Waarom zou het later uitkomen door een ziekte? En dan dat boeit me toch niet, ik ga hem toch niet halen. Als ik hem ga halen, ga ik hem later halen. Zo snel down. Ik steeds met die kut op spelen. Ja. Ja, dat kan. Ah shit, had ik hem? Ik had hem wel, zo dus. Lekker als Woonky. Oh. Oh, wat? Hoe ben ik zoveel plekken achteruit gegaan, last minute? Oh, ik ga fucking 7e worden. Super slecht. Ja, ik span ook later. Zo nice. Killed ook, jongen. Die zwakke, zwakke leiers dat zijn. Ja. Press forward. Let's take some prisoners. Ja.
zal te vlekken inkomen dit. Ja. Ik ga even kijken hoe duur die credits zijn. Even kijken. Credits. Options. Credits. Oh, dit zijn andere credits. Hier zo staat het. Credits. Get more credits. Nu dat 40 euro en dan krijg je 4400 credits. 200 credits is 2,50 euro. Oké, okay, 4000 credits, dan betaal je 40 euro. Hoe duur is een skin? 1000 credits. Dus dat betekent dat je ongeveer 10 euro er tegenaan moet gooien en dan heb je deze skin. Terwijl je ook gewoon deze skin kunt gebruiken. Dus ja. Is het overrated? Yeah, ik bedoel, deze skin kost gewoon 5 euro. En het enige verschil is dat hij een boendoen om zijn arm heeft. Zo, so, yeah. Gaan we Supremacy of gaan we Heroes vs. Villains? Ik ga eerst even Heroes vs. Villains. Gaan we later wel even Supremacy. Nee, ik ga geen Fortnite, dat stinkt wel. Oh, dit is wel echt een beetje lang. Zullen we nog door de pomp gaan? Hey, boys. Okay, ik ben niet zo heel goed met blast. Bad luck, pal. Die is neer. Eetje. Ik zie er boven wat staan. Au. Oké. Okay. Nee, die, hè. Ah, kut. Dit spelletje kost... geen idee. Met EA Access is het gratis. En dat is 25 euro per jaar. Ik denk dat die normaal... 30 is of zo. Ik denk iets duurder. Volgens mij is de... Celebration Edition, dat is de nieuwste editie... is 40 euro en heb je elk item in de game. En ik word ervan verdonderd. Volgens mij is base game 20. Nee, ik heb voor betaald. Hey,
monsters. Ow. He's out. Ja, maar dat was samen met Base Gamers 9. Hij was origineel 90. En dan de normale versie 60. Maar ik heb hem gekocht samen met een PS4 Pro. Dus ja, dan betaal je er volgens mij iets minder voor. Volgens mij 70 of zo. Het enige wat ik erbij kreeg waren skins. Maar ja, dat wist ik destijds niet. Ik dacht zelf van, ja, ik wil PlayStation. En ik... Oh, wat zijn we leuk. Dat ik ook gewoon. Thomas heeft het ook. Oh, heel fijn. Oh, heel fijn. Hey, doe je even, Vader. Wordt me kill weer gejoind. Is dat? Zelfs pas gisteren. Yep. Alleen is een andere game mode. Ben ik 50? Volgens mij ben ik 50 geworden. Lekker 50. Ja, dit is ja, de heroes in de game tegen de villains. Ja, het spreekt voor zich eigenlijk. Supremacy was zeg maar met echte soldaten. En dit is gewoon met filmkarakters. Maar ja, ik vond dit gewoon leuk om te doen. Supremacy is, duurt veel langer dan dit. Dit is een soort van team deathmatch. Alleen dan een beetje Overwatch style. Even kijken hoe duur de game nu is. Even kijken. Battlefront 2. PS4. De game is... €23 bij beslist.nl. €30 ongeveer. Shopping. Ja, €23. Dat valt best mee. Laat. Even kijken. Multiplayer, Supremacy, Age of Resistance. Waarom doe je nou weer een duimpje omlaag, Chess? Doe even een duimpje omhoog. Deze duurt het lang. Beter. Ja, wat zei je nou?
Zit ik... Oh, ik zit in een hele oude game. Oké, ik heb een wapen hier. Heel fijn. Dat is een join and lose in game. Dat wil je. Oh, oké, cool. The core shield has been disabled. If the core goes up, the ship goes down. Get it? We have to protect it at all costs. Ja, we gaan dus verliezen. Heel dik verliezen. Meest nutteloos karakters in de game. Lekker met rocketroepers, yeah. The core is taking damage. We must protect it. Waarom zitten wij ook hier opgesloten? Ze kunnen zo makkelijk in die core komen. We're about to lose the HPCU unless we stop them right now. Ja, zijn we nog niet. Gozer. Blast it. We have to evacuate the ship before it goes down. Matig. Niemand online. Defensive Rush Ability. Wat is dat? Cool. Hoezo? Is Obi-Wan? Ik heb helemaal niet eens Obi-Wan gespeeld. Right. Hoezo? Ja, ik dacht al. Takadana. Is het Takadana? Is het... Ja, Takadana. Niemand speelt... Nou, weet je wat het is? De game was echt heel dood. Het was echt doder dan dood. Maar... Ja, dat ook. Maar... Oh. De game is weer teruggekomen. Het is nu best wel weer leuk. Was het een ander spel? Nee, dat was dit spel. Was dat dit spel? Wat heb ik verder gespeeld? Ik stream dit, af en toe GTA en Fortnite. Dus ja, dan moet het wel deze zijn geweest. Ja, dat was... ja, ik denk dat ik weet waar je het over hebt. Dat is die game die we toen gespeeld hebben bij Thomas. Dat we toen dat weekend bij Thomas waren. Dat ik toen die game nieuw had en dat... We toen echt zeiden van, oh ja, dat ik toen echt zei dat het een vette game was. Ik denk dat je die bedoelt. Dat is inderdaad, maar dat is de oude versie van deze. Dit is Battlefront 2. Dat die andere is Battlefront. De normale Battlefront. Battlefront 2015, dit is Battlefront 2 2017. Ja. Ja, die game is wel flink dood. Deze game is mediocre dood. Maar valt er als nu best wel mee bij tegenwoordig hoe dood hij is. Dood. It's ours. Zo, Jezus. Dat is even normaal, jongen. Gewoon voor een assault. Ah, span ik weer op D. Er is niks te doen op D. Het duurt weer een eeuw voordat ik bij de CFB ben. Dood kunnen gaan.
alleen, dus ik heb een SMG. Ik speel met mensen met AR's. Waarom ik een SMG heb, omdat die beter is op deze map. Ah, ja, de Jan mag ik toch niet meer naar de Jan. Goed nog even, die is heel kalo. Oh ja, grappig. Oh kut, ze hebben deze al helemaal. Doei. 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 Moet even B pakken. Nee, ik mag niet doodgaan. Geef op. Dat is nog de checkpoint. Welke is BB heet of BB nou niet? Tja. Even kijken. Deze hebben we nou. E niet, dan moeten we even bij E gaan kijken. Dit is wel echt leuk. Die is niet meer. Er is nog wel weer C aan het overnemen. Oh ja, jongens. Oh, doei. Targeting hostile. Is neer. Gozer komt heel squad aan deze kant op grens. Oh, wat wil je doen hier? Dat volledig in enemy territory. Ik ben lekker bezig. Zo is kwijt. Is het D? Is D, ja. Zit hier een joh. Joint. Oh,
Oh, behoeft. Free weapon, die staat in die kant. Of wat best mee voor die staat. Is dat 9 of zo? Ho. Fuck, die granaat was gefilled. Nee, nou, opdonderen nou. Hoe wist je dat ik eraan kwam? Die is neer. Ja, fucking cool. Die heb ik net aan gaan doen. Zitten ze nou serieus ook op D? Wat? Deze is dood. Wij spelen er best wel wat bots mee. Ik kom gewoon alleen maar bots tegen. Wat van op. Best wel goed nummer. Top 5? Sure. Let's go. Maar daar kan ik niks tegen doen tegen die gunners. Die gunners, daar kan ik niks tegen doen. Die dingen zijn zo ongelooflijk sterk. Oh, Finn. Finn. Ja. Goddammit. We hebben E en we hebben A. Stoppen we A in. Capture the marked positions. He's down. Maybe why doesn't he run? Ik heb een beetje het gevoel dat die alternate fire niks doet. Ja, die alternate fire doet niks. Wat is er met Boba Fett? De Boba Fett zit niet in deze game mode. Tenminste nog niet.
heb je wel de Boban Boban. Dit is. Als het goed is, moeten we zeker een capture aan. Klopt toch niet? Goed. Jezus, het is het actief gameplay. Ah, oh, shit. We hebben nou alleen A mee. Jongen, daar zijn we zo bezig. We kunnen niet zo doen tegen die, die gunners. Die zijn echt heel sterk. Oh, we moeten even easy A halen. Ja, 3D8. Die ga ik zeker. Ah, hij gaat toch achter me aan ook, die lul. Donder op, BB8. Ze hebben 2-3 hele goede spelers, maar de rest zijn ze niet heel goed. BB8. Tiefesding. Die boeit niet. Gaatje. Kunnen we even een C toe? Hey, oh, als ik gekild word, dan ga je. Is het mij nou? Ik heb in ieder geval niet, dat weet ik zeker. Ik vind het heel mooi dat er staat dat ik dan mijn hele radar zie en dat ik dan vervolgens helemaal niks kan zien. Nu hebben we alleen D. Jongens, het zijn we toch slecht. We gaan nog verliezen ook. Treurig verstaan. Oh. Oh. Gaan even sneeuw snibba. We hebben D. Kedo, man. Fucking tryharder dat het is. Hoe staat die guy ook ineens goed? Oké, man. Zeker niet dat we net hier weg het gevoel. Oh, het is toch terug. Ik span ernaast! Ik ga niet op D spannen, want dan gaan we sowieso dood. Maar lekker rustig op B. Targeting hostile. We zeggen minimaal 4. Dat betekent de eerste 304. Die is alternate fire van deze doet het trouwens volgens mij niet. Volgens mij doet dat geen damage. Het doet tegenwoordig echt heel weinig, maar het doet volgens mij helemaal niks meer. Tenzij ik hem echt volledig in het hart raak. Dan doet het misschien wat, maar ook niet echt heel veel. Ik wil het even uittesten. Ja, dat ding is ook niet accuraat. Ik moet even niet, gast, als je hier gaat staan, je bent letterlijk dead, man. Overal kun je beschoten worden. Nergens heb je cover waar je achter kunt staan. Hier een klein beetje, maar het is echt maar een hele kleine beetje. Heb je nog? Ja, doe. Daar ga ik zeker even neer gaan.
Oh, ze hebben nu instant hebben ze haal weer terug. With a knight of Ren fighting with us, we will surely be victorious. Hoezo hebben ze aan? Ah, nou, nee. Oh, droid. Nee. Onderop, BB-8. Arme joh. Van volledig opgejaagd. No chance. Ja, mooi niet. Donder op. Bouw verdrooid. Scouting soldier. Vegen de king is dead. Ray has been spotted. Be careful around that scavenger. Ga je nou werken? Ja, ik ga voor nu nergens werken. Scanning soldier. Ik wou bij de Dirk gaan werken, maar. Nee, zonder de. Ik zie hem doodgaan. Honderding. C is denk ik het leukste. Contest, aangezien dat het hoogteverschil heeft. Dus. Kak, die grenade is in Kobe. We have been joined by Kylo Ren. Nee, ik heb nu niet heel veel zin om te gaan solliciteren. Nou, bovendien, ja. Ja, ik weet nog niet. En dan staan we even naar Ray. Hé, dat dacht ik eens even niet, hè? Ik hoor ook gewoon al meteen weer die jochen. Kutkouders. D is echt kut. B. Oh, B, we zitten eruit, hè? Quick, grenade! Bash has fallen, the enemy. Dat wapen doet zo weinig damage. Wat is dit? Autocooling. Wat op. Lekker alle klas. Oh, Spanniger op D. Dit is een kut objective. Die fucking gunners zijn zo sterk. En we hebben alleen nog maar D. Nice. Lerenlijsten, ja, we controleren bijna de hele section. Waarom heb je iets gezakt, joh? Wel bijna 100 kills, maar. Rapid fire, ik wist het. Ik doe snel, weet je hoe extreem goed dat ding is met rapid fire? Ik ga lekker even in mijn eentje naar heen toe, er staat toch niemand. Iedereen staat bij, iedereen gaat nu D aanvallen. Dan ben ik dan voor eikel om niet naar E te gaan. Weet je hoe makkelijk het is?
Ah, eindelijk zijn we gunner down. Ace is echt heel makkelijk om te pakken. Weer binnen. En ik ben dood. Ik ben dood, ja. Nou, ik heb geen idee. Liever op Ace spannen. Scanning targets. Better target area. The resistance almost controls the entire sector. Prepare to. We hebben gewoon verloren. Wat een zwakke. Gewoon 98, hè. Vorig jaar was het ook 99 van 100. Koude lang met hem. We gaan zorgen dat niemand hier kan boarden. Is van ons zit eraan. Oh, die zijn allemaal via de andere. Waarom gaan we ook met z'n allen hier staan? All enemy transports have finished boarding. Our units are to ascend to our ship and set up defensive positions. On the dock. Nog iemand gekild. Nice. Resistance is preparing a boarding action. A bold strike, but it will be their undoing. Damn it! Yes, shit trooper to the rescue, boys. Dit ding is zo overpowered hier binnen. Their ragtag boarding party hopes to cripple our ship. We will destroy them before they get past this area. Of toch niet? Toch niet? Wat wil je doen tegen zo'n hero? Kun je niks tegen doen? Dit is toch zwak? Kijk ze allemaal staan gewoon. Come on, let's go, boys. We zitten met Kylo Ren in het team. We gaan hier aan de zijingang staan. We moeten de hoofdingang hebben. De zijingang. De nutteloze zijingang. We kunnen er doorheen gaan komen. Ik heb dus een serpent gegeven. Blacks, sneer. Waar is die turret? Waar is die turret? Beter wint hij van die gunner. Put hem down. Get in the shot voor de gunner. Put hem down. Lekker aan het sweepen, boys. Hier kan je heel goed staan. Oh, ze weet je hoe ver we moeten lopen. Kutje, Bev. Ik ga het niet halen. Ik ga het letterlijk niet halen door die spreuk van haar. Weet je hoeveel mensen er zijn die dit niet halen? Dit is veel te ver. Dat is echt onmogelijk om te halen. Nou, zeg niet, maar het is niet onmogelijk. Er zijn mensen die het doen, maar als je gewoon vooraan staat om die mensen gewoon op tijd af te knallen, dan is het niet te doen. Maar zit ik aan de goede kant of zit ik aan de verkeerde kant, hè? God damn it. Ja, dit heeft me heel veel tijd gekost, jongen.
aan het omlopen omdat het van. Ja. Tyfus doet het. Oh ja, Assault je me zo noob. Ga nou niet hierboven staan. Het heeft toch geen nut? Ah, gewoon. Rot op. Ik heb niet eens de kans. Omdat ik gewoon door die gunner gewoon in mijn arie geboord word. Zodat ik niets is. Waarom zijn jullie hier? Hier kun je niks. Ga daar staan. Zwakkelingen. Ik heb nou een sniper, dus. Oh, tuurlijk. Oh ja. Mm. Laten we lekker mijn tekst in beeld zetten, jongen. Ray has been seen. Exercise caution around her. Dit is toch zwak? Ga niet hier staan. Ga gewoon verdedigen als een man. Kom op. Nog niet zo gek doen, jongens. Wat wij zo doen. Verdomme. Hier, kijk. Hier kun je staan. Achter me. Ah. Ik spawn, hè? Ik spawn. En ik heb geen idee waar ik heen moet. Ik word gewoon meteen voor mijn bakjes geschoten. Die tyfus rooit. Donder. Is dit hun kant? Weet hoe zit hun kant? Laten we een turkje neerzetten. Teetje. Gozer. Waarschijnlijk zit ik ook zo elke keer als ik kills. Mijn kills zitten ze ook zo, maar. Dit moment, jongen. Hier, ze schieten letterlijk door die spawn heen op de andere kant. En dan denk je er eindelijk bijna te zijn. Kijk, zoals ik nu. Ik heb twee dingen door mijn baks geknald. Heel fijn. En dan hebben we die hond terug pakken. Ja joh. Donder op. Donder. Ik val er af met mijn dikke hoofd. Oeh. Dat was echt een heel vermoeiend proces. Hoe zoom ik in? Ah joh, laat me lekker first first. Wat doen we? Charge set on my position. Ray has been spotted. Be careful around that scavenger. Kunnen we die droid weer zitten, meneer? Scanning targets. Ja, oké, okay, daar gaan staan heeft geen nut, want je wordt toch alleen maar voor je knaar geschoten. Hoezo in. Maar kijk, daarboven staan vind ik zo zwak. Waarom? Dat heeft geen nut om daar te gaan staan. Nee. We're seeing energy spikes from the generator. It's close to being destroyed. They took out the hyperdrive generator. The ship has been lost. All units to the escape pods. What a dark day. 70 geworden. Zo gaat het schip ook omhoog. Ik heb die hele BB-9E niet gezien.
11e combat, 12e objective, 11e combat en is nog 7e geworden. Nice. Multiplayer, more starfire assault. Communications are necessary for backup. Do not allow clone troopers to destroy. Threat detected. Republic light cruisers incoming. Reinforcements arrive. Separatist dreadnoughts. Odds of success increasing. Nou, niet zo gelijk schepen, maar dit is echt heel lastig. Ja, dit is niet heel makkelijk dit. Ah, dit duurt toch zo lang. Tjonge, jonge, jonge. Dit duurt echt van lang. Dit is waarom ik het niet meer speel, omdat het veel te lang duurt. En dat alle abilities hetzelfde zijn. Als je een dode game over hebt, dan moet je dit. Orders prevent Republic forces from destroying communication array. Republic cruiser destroyed. Critical threat detected. Incoming enemy capital ships. Venator class. Dit duurt me te lang. Dit één stuk is. Video's lopen dat vast waar ik gewoon prima wifi heb. Nu doe ik mijn stream dat niet meer. Ja, dit is echt ongelooflijk kut. Good guys.
Ik ga nog deze game, dan kap ik met streamen. Ik geen idee hoe lang ik bezig ben. Een uur. Ja, je kijkt toch niet eens. Holy shit, er zijn hier enemies slecht. Die recharge time looks a lot. Die zo inspannen. Hoe zou ik nou niet erin spannen? Is it all videos? Nee. Here's the part where I put all that Jedi training to good use. Ik gebruik deze guy. Thank you.
Pap? Oh, hallo. Niks aan de hand. Nee, nee. Complete 5 rounds of Starfighter Assault. Well, no, actually. Gezien ik op. Ik heb uit een zin meer. Nou, stream voorbij. 6 keer toch niet meer, dus dat boeit niet.